De Nachtzoen. Ooit studeerde ze cum laude af. Ze richtte een beroemd vrouwenmaanblad op en ze was minister. Er is een architectuurprijs naar haar genoemd. Zij is met recht een moeder des vaderlands die ons vannacht zal toedekken. Maar dat doet ze niet alleen maar lieflijk. We krijgen ook een standje. Want geef toe, een beetje meer dankbaarheid zal ons niet misstaan. Deze Nachtzoen krijgen we van Hedy Dancona. Volgens mij weet je helemaal niet wat je te wachten staat. Maar vanavond leg jij ons collectief op bed. Jij bent onze moeder des vaderlands. En nu wil ik van jou graag weten, hoe gaat het met ons? Volgens jou. Met ons? Hier in Nederland. Ik ben er niet onverdeeld gelukkig en gerust op. Nee? Nee. Ik vind dat er, laat ik zeggen, een sfeer heerst van ontevredenheid, kanker, op anderen vooral. Vinden dat je zelf wel oké bent, maar dat de rest het collectief verkeerd doet. Wat zich dus uit in betreurens hoge voorkeurscijfers voor politieke partijen die, waarvan ik niet denk dat ze het beste met ons voor hebben. Maar dat is een soort bundeling van dat collectieve onbehagen. En een onbehagen kan leiden tot, hè, dat is ook wel eens nuttig, tot actie, tot verzet. Maar het is dat ongetevreden gemonkel waar ik niks mee heb. En wat zich natuurlijk ook erg richt op buitenlanders. Dat vind ik erg naar. Dus dat is, en in de tweede plaats, dus dat maakt me, in dat opzicht gaat het niet goed met ons. Terwijl ik wel denk, wat gaat het toch eigenlijk idioot goed met ons? Ja, ik bedoel, zet die televisie aan en zie wat voor rampspoed, ellende overal elders in de wereld. En al die mensen die honger lijden, al die mensen die geplaagd worden, veel meer dan wij. Door klimaatellende, die wij veroorzaken natuurlijk voor een groot deel. Maar dat je een uitzonderingspositie op deze wereld hebt, waarbij je zou kunnen denken, nou, wat heb ik eigenlijk te klagen? Ik vind dus dat mensen tevredener zouden moeten zijn. En dankbaarder. Dat klinkt een beetje zoetsappig, want je mag wel. En als je dingen wil veranderen, dan niet door op te schelden, maar door je handen uit je mouwen te steken. Dat zou ik leuker vinden.